Hey jongens, welkom bij een nieuwe serie genaamd... genaamd Harry Potter en de Half-Bloed Prins. De heer van het duister weet dat ik hem dien. En het is in Nederlands. Kom, zwerende, leg de onbreekbare eed af. Eed af. Zweer jij, Severus Snape, dat je Draco zult beschermen? Zweer je dat als Draco faalt, jij de opdracht van de heer van het duister zult uitvoeren? Ik ben helemaal fan van Harry Potter. En ik heb deze nog nooit gespeeld. En die hierna, dus Deadly Hallows, ook niet. En Ollivander is missing! Nee! Jantje! Of nee, Ollivander! Aanvallen, dooddoeners, versieren, dreuzels. Arme dreuzels. Harry Potter, de uitverkorene. How about yes? Ik vind deze game tot nu toe al echt heel mooi. Oké. Ik ben benieuwd. Jongens, wat gaat er gebeuren? Oh wauw, geweldig. Zo de knetter! Oh! Jeetje. Hey Harry! Hey Matty! Harry, je bent gekozen. Je bent aanvoerder van het zwerkbalteam. Nee! Ik wist dat je kon. Maar je hebt de hele zomer niet gevlogen, dus ik zou maar gaan oefenen. How about no? Vooruit, meneer de uitverkorene. Je mag maar een beetje alleen, hè. Sarcastisch. Dank je, hè. Dank je dan. Woo! Oh, door de gaten, denk ik. Hey. Ja joh, hey, je bent gewoon zo snel joh. Idiota. Ja, pak de snij. Pak hem zelf joh. Oh, als ik erop richt. Ik richt erop. Hey jongens, kijk, ik vlieg. Is het een vliegtuig, is het een vogel? Nee, het is Roy. Jammer. Geweldig! Kom op, Roy. Super! Oh jongens, ik vind het nu al helemaal geweldig, dit. Nieuw. Oh, wat was het snel! Verlies heb je het oog. Oh, mijn oog. Oh, ik heb mijn oog dicht. Oh. Ja, jongens. Dit gaat zeker een half uur lekker vliegen. Nou jongens, het gaat perfect. Hey, kijk, we kunnen zwerkbal spelen hier, jongens. We gaan door het gat. Nieuw. Kijk, ik ben voor de boren. Oké, 1, 2. Oké. Waarom mis ik steeds die poortels? Oh. Ik heb hem bijna, jongens. Ik heb hem bijna te pakken. Jee. Jee. 1, 2. Oké. Oh, jontje. Hey, daar waren kippen. Niks raken. Ik raakte ook niks, joh. Oh. Oh, oh. Oh, onstabiel, zei de kat. Wat betekent dat? Iemand zei dat een keer in mijn klas, dus... Ja, ik heb hem bijna, jongens. Oh, ik heb hem! Yay! Yay! Begin is gelukt met zwerkbal. Maar ik ben toch de uitverkorene? Dan wist ik toch al hoe dat moest. Ja! Ja! Dat is geweldig! Svadrig heeft geen schijvenkans! Hermeline, nou, mooi. Zoeken je. Ik zou maar naar ze toe gaan. Vooruit! Vooruit! No, Matt. Niet zo voor het mond. Nou, dan ga ik die even zoeken, joh. Oh, wat geweldig dit, joh. Roy, die kwaliteit van het spel hier ergens zijn. Vind ik geweldig. Ik zie je wel weer. Nou, gaan we eens even zoeken. Oh, jeetje. Oh, daar staan ze. Hoef ze alleen maar schoon te maken. Je had al klaar kunnen zijn als je niet voor de vierde keer had opgeschept. Wanneer ben je aangekomen? Ongeveer een half jaar geleden. Heeft Ron het niet gezegd? Dat wilde ik, maar ik kreeg er geen woord tussen. Als je deze klusjes voor je moeder had gedaan, had ik niet met je hoeven praten. Ma wil dat we de ketels opruimen die Fred en Georgie in de garage hebben achtergelaten. Ik help je even. Nee. Die daar ruikt veel smeriger dan die andere. Nou, jammer. Oh, gebruik je Wingardium Leviosa. Wat moet je doen? Indrukken, bewegen. Oh, ja. Oh, jongens, je kan toveren. Oh nee, door ze te verplaatsen is alles door elkaar geklutst. Snel, het is geklutst, jongens. Je kunt ze niet daarin gooien. Dat is veiliger dan omspoelen. Wie weet wat Fred en George erin gebrouwen hebben. Precies. Ja, jongens. Gebrouwen is ook mijn woord. Arme vissen. Wat erg, dit. Ik weet niet wat er gebeurt als je een vis liefdesdrank voert. Jij wel? Misschien worden ze wel verliefd op Nou, ik weet het wel. Hermeline. Blub. Blub. Ik hou van je. Blub. Tuurlijk, Ronald. Zo, wat was dat gespeeld, zeg? We moeten die ketels kwijtraken voor mam begint te koken.
Oh, nu zo. Oké. Okay. Oh, oké. Okay. Daag. Dat is pech. Eén ketel. Die is weg. Dat was geweldig. Ik wou dat dit naar iedere toverdrankles mocht. Die spreuk ging best goed. Mooi. Hij kent gewoon mee. Niet. Hermelien. Hermelien, jij kat. Q. Oké. Okay. Ik tover, jongens. Ik tover. Joehoe. Joehoe. Nou, kijk eens. That's how we do it. Nee. Briljant. Mam zou ze ons met de hand laten zien. Briljant. Dan waren we met kerstmis nog bril. Bezig. Bril. Leer toch eens wat schoonmaakspreuken. Wie heeft er nou zin om schoon te maken? Dit was een stuk leuker. Ha, vond ik ook. Oké, okay, geweldig dit. Ik vind het nu helemaal geweldig. Wat gaat er nu gebeuren? Hé, hey, wie hebben we daar? Malfides. Met de mama. Gezocht. Ze gaan naar Scribbles. Oh nee, ze gaan door naar de donkere maan. Waarom sluipt Draco rond? Ik weet het nou, niet. Nou, dat leidt naar Odius een oorlog. Oorlog. Je oor. Is lof. Draco is een dooddoener. Nee. Echt waar? Een ontgroeningsceremonie. Ontgroeningsceremonie. Ontgroening. Wat? Waarom zou je weet wel een dooddoener maken van die idioot? Waarom zou Malfides anders bij Odius een oorlog zijn? Dit geldt erom. Dat ga ik uitzoeken. Als ik de onzichtbaarheidsmantel gebruik, merkt hij nooit dat ik hem afluister. Toch? Nee. Oh, ik ben onzichtbaar. Oh, ik ben er niet. Ben er niet. Ik ben er niet. Het is de koffer. Nee, die zo kijken daar, hè. Ik wil even iets checken. Nou, je check jezelf maar. Ik even in de spiegel. Oh, jee, daar ging ik. Oh, jongens. Weer aan het rondsluipen en afluisteren, Potter. Nee, ik lag gewoon lekker in de koffer te... Ik wist dat ik hier iemand omhoog zag klimmen. Dat... Nou, goed nou, reis terug naar Londen, Potter. Potter. Weet je, nou, ik ging gewoon even in de koffer wachten. Want je kent die uitdrukking wel. Mag ik mee in de koffer op vakantie? Hallo, hoi. Oh, hoi. Wat doe jij nou daar beneden? Ik lig. That's how we do it. Nee. Daarna op de grond. Ik probeer erachter te komen wat Malfides van plan was. Hij is een dooddoener, ik weet het zeker. Ik had mijn onzichtbaarheidsmantel om, maar zijn ik was vastgezien toen ik op het bagage zijn misschien zag hij knaarkloppertjes. Mijn... knaarkloppertjes. Knaarkloppertjes. Had hij een kakelbondbril op? Daarmee kun je knaarkloppertjes zien. Zo heb ik jou ook gevonden. Jouw hersenen zitten er vol mee. Goed. Hebben jullie ook knaarkloppertjes in jullie hoofd? Ik wel. Zie je ze? Kijk met die coole bril van jullie. Maar ik ben wel bang dat ik mijn nek breek in het donker. Misschien moeten we Lumos gebruiken. Nou, dan doen we dat. Oh, geweldig. Zie dit. Het kasteel. Oh, geweldig dit. Volg Luna naar het kasteel. Oké. Okay. Luna, ik volg je. Oh, kijk. Met shift kunnen we rennen. Wat opwindend. Een mysterie. Mysterie! Oh! We rapen het op! Nee, pak ik niet op! Oké, dat toch maar wel. Dat is fijn. Ik vraag me af of er nog meer zijn. Kom, we gaan het uitzoeken. Zo, that's how we do it. We rennen. Het is leuk om naar het kasteel te lopen. Er lag hier nog een. Maar ik wil de Terzielers weer zien. De Terzielers? Nou, ik wil ook wel eens wat zien, meid. Ik heb geen zin om zo snel hard te rennen. Dat of eigenlijk wel. Je zou ze kunnen gaan verzamelen. Nou, dan doen we dat. Mini-wapens zitten verborgen in oplichtende voorwerpen. Oh, dat is wat om die lantaarns. Ik dacht al, wat is er nou in de hand? Nou, wat leuk, joh. Zo maak je ze vrij. Klik. Oh, oké. Okay. Is dat het? Oké, okay, nou, dat is fijn. Dan pakken we deze op. En dan gaan we door. Oh, hier zit ze ook. Nou, daar heb ik echt geen zin om even op te pakken, hoor. Dan pakken we een andere keer op. How about that? Dat duurt hartstikke lang oppakken. Hagrid Huusje. Hier, we zijn bij Hagrid Huusje. Zo, kom jij maar even tevoorschijn, mini-wapens. Nou, jongens, we gaan naar het kasteel toe. Wat enig dit. Geweldig. Jeetje, dat rennen, dat is ook wel intens, hoor. Kijk dit. Nieuw, nieuw. Ik ren wel als een malle. Lekker in de rug kijken van Harry. Hé, Harry, zit een rughaar.
Wat? Ik vraag me af wat Perkament het gaat zeggen in zijn toespraak dit jaar. Ik ook. Wat hebben we veel gemeen? Zullen we bekken? Grapje. Oh, een filmpje. Filmpjes zijn altijd een slechte kwaliteit. Heel raar. Oh, geweldig. Als je hier kan lopen, zoals nou jullie jongens. Weten, proberen iedere dag duistere krachten dit kasteel binnen te dringen. Om die reden heb ik besloten dat de duelleerclub dit jaar weer terugkomt. We kunnen duelleren. Wat is er met de hand van Perkamentus? Van Slakhoorn, die weer terug is als leraar Toverdrak. Slakhoorn. De positie Slakhuis, Slakhoorn. Van leraar verweer tegen de zwarte kunsten wordt dit jaar vervuld door professor Snee. Nee, nou, dat vindt hij wel hoe leuk. Kan Perkamentus dat doen na alles wat hij heeft geflikt? Oh, jongens toch. Ik zie je plechtig dat ik Snowdepan heb. Yay! Oké, jongens. We hebben een deel. Kijk, we hebben een mooi Harry's hoofd. Dit was het eerste deel van Harry Potter en de Half-Blood Prince. Je weet dat ik nu ook twee andere series ben begonnen. Maar dat, ja, dan is het een beetje een mikmak. Maar ja, oké. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het leuk vond, doe je het dan steeds. Voor mij, want ja, weet ik niet. Ik ben Harry Potter. Anders weer Harry en Leviosa, ikje. Oké. Ik zie jullie de volgende keer weer, jongens. Bye! Ja, wat doe jij hier? Mooie jonge dame. Zo. Pauwkor. Pauwkor. Nog een pauwkor. Hebben we jackpot? Ik denk dat dit de jackpot was. Mooi kruisje. Mooi boekje.